Nou, ik vind het heel, heel goed van de band dat ze zich inzetten voor het goede doel. Dat ze tegelijkertijd zich inzetten voor het sport en zoenens. Het is goed om elke dag even in beweging te wezen. Dus dit is een hele mooie uitdaging. Ze zijn echt gezond bezig en ze zetten zich in voor het goede doel. Natuurlijk heel schrijnend dat het nedig is. Maar goed, ze binden gelukkig echt. En dan is het mooi dat deze band daar ook een steentje om bijdragen. Hij wordt net een kistrun, maar echt een 5 kilometer en 10,... Ja, 10,4 inderdaad. Dat is een kwart marathon. En de 5 kilometer, ja, prestatieloop. Dus ik ging gewoon het rennen zo meiden van elk niveau. 2, 1. Wat tussen Jontje hadden we de eerste editie in. En toen kwam natuurlijk corona tussen. Dus van daar nou pas de tweede editie. Ja, we hadden voedselbank kozen omdat er natuurlijk steeds meer armoede is. Ik dichtbij. We denken soms dat het alleen maar via de fot is, maar helaas is het ik een protte dichtbij. En daarom willen we graag rennen voor het lokale doel. Dus ik de voedselbank die Tsjerkstra deel. De winnaar krijgt natuurlijk dat mooie embleem. Maar wat krijgt iedereen? Ja, de winnaar had inderdaad een glaasprijs en 1, 2, 3 krijg blom. Maar voor iedereen heb ik een mooie bidon, sponsor terug AA Visio in Burgum. Een heel over van de 10 hele kilometer. Geweldige prestatie van nummer 12, Volkert Wijnsma. Keurige prestatie, Volkert. Hartstikke goed hier.